wortel gepakt met het juiste witje ervoor. Wat we nu gaan doen is de hefkolommen vastzetten aan het bladframe. Dat gebeurt hier met twee boutjes. Daar kun je nu nog niet bij, omdat er nog een binnenbuisje in zit. Dus de geel kun je een beetje naar buiten schuiven. Zodat het hier de gaatjes open raken. En dan is het een kwestie van met de juiste schroefjes eventjes vastzetten. Let er hierbij op dat de poot mooi aansluit aan de achterkant van het frame, dat daar geen ruimte tussen zit. En dat doe je hier aan alle vier de kanten. Beide hefkolommen hebben we vastgezet met de vier boutjes aan de zijkant. Diezelfde boutjes gebruiken wij om de latdrager vast te zetten. De latdrager doen we aan de kopskant van de tafel. Met de vier schroefjes daarvoor. Het makkelijkste is om te beginnen met de vier, met de twee boutjes aan de buitenkant. En dan pas weer in het midden te doen. En datzelfde doen we aan de andere kant. Vervolgens gaan we de voeten monteren. Die leggen we bovenop de hefkolom. Hier hebben we het zakje voor nodig met de langere schroefjes. Die gaan we nu gebruiken. Er zitten er 8 stuks in. En 4 daarvan gebruiken we om vanaf de bovenkant de poot vast te zetten. En tenslotte pakken we twee pootdopjes, stelvoetjes, onder op de tafel. Deze kun je tevens gebruiken als straks de tafel staat om nog verder te stellen. Voor als die op de tegelvloer staat, waardoor die niet helemaal stabiel staat. Kun je hem hiermee weer ietsjes uitdraaien om de tafel mooi stabiel neer te zetten. Gaan we aan de andere kant ook doen.